gebruik is. Dus wat keurig die tijd doorlopen die hij nodig heeft om zijn rusten te maken. Ondanks dat je een test of toe met elkaar hebt. Dus wat dat betreft merk je dat dat toch weer wat anders leg ik duidelijk aan. Ik moet even nakijken wat het zou zijn voor mij. Ik denk dat ik afgerond. Voor de rest, ik vind het wel weer prachtig dat we dit voetbal gaan hebben. Ik smaak naar meer natuurlijk om te kijken hoe we verder kunnen uitbouwen. Dat is P1, jongens. Ja, precies. Nou, de volgende. Ja, ik kan dus wel, terwijl die nog nazendt, kan ik wel de porto indrukken. Hè? Dan synchroniseert hij daar ook aan. Maar ik vermoed dat onze signalen te zwak zijn om dat te faciliteren. Maar nogmaals, alle lampjes gaan aan. Ik zal zo eens even kijken wat ik vat voor S-rapport. Ik krijg precies in dB's. Hij geeft dat in 1 dB nauwkeurig, dus dat is ook wel heel netjes. Dat is trouwens niet een standaard optie. Dat is een soort monteursmenu wat ze er voor me ingebouwd hebben. Hè? Wat een hoop extra in detailinformatie geeft. Maar het is leuk. Dit is hartstikke mooi in elk geval. Er zit wel op een repeaterfrequentie, maar die zit erg ver weg volgens mij. Vroeger zat UTR hierop. Hè. Ik heb hier wel eens met Tetra op zitten testen om te kijken of ik de toenmalige UTR wegdrukte. Maar goed, nogmaals, ik kan wel de microfoon indrukken als hij staat na te pulsen. Hè. En dat is volgens mij ook de bedoeling. Want het apparaat wat dus blijft pulsen, dat is de master. En de rest die... Ja, die beoogt daaraan te synchroniseren. PA1 MOS van Panel Echo Tango Echo. PA1 MOS. Ik merk in ieder geval dat het wel beter geregeld is dan met die start. Daar gaat het heen. Moet ik even blijken hoe dat precies allemaal werkt. Die monteursmenu's en zo, dat kan met die porto ook wel. Alleen dan moet je weer in dan wel een maat combinatie indrukken. En hoe dat ook weer allemaal precies zit, weet ik niet. Volgens mij is dan een deel aangestuurd door hetgeen wat je kiest. Dus, wordt nou hier om inderdaad een goede frequentie op te gaan zoeken, waar we niet op een repeater zitten. Goed, dan moet jij waarschijnlijk je apparatuur voor laten omprogrammeren of de software daarvoor zien te achterhalen. Van PA, boys. Ja, nee, ik heb hem eventjes... Even het monteursmenu gezet. Hè? wat we kunnen doen is. Ik kan nu natuurlijk wel voor een hogere frequentie iets uitrekenen. Hè? Bijvoorbeeld op iets van 430 nog wat durf ik dat wel te gokken. Dan reken ik dat gewoon omhoog. Ja, volgens mij kunnen we hier voor die paar experimenten die we per week doen. Kunnen we ook wel hier blijven zitten even. Hè? En ik moet die mensen gewoon, gewoon overreden dat ze toch. We moeten gewoon één gissie eruit kiezen. En dan liefst wat die mannen in Uden ook doen. En die moeten we gewoon voor het hele land gaan vaststellen. Van jongens, kies allemaal hetzelfde. Dan kunnen we allemaal met elkaar praten. Want we hebben er niks aan. Dan we op verschillende netwerken zitten. Hè. Het zou mooi zijn als het ook gelijk is aan wat die Engelsen hebben. Maar ik weet niet of dat een haalbaar doel is. Hè, want die mensen die beantwoorden nooit hun mail. Ja, dit is een leuk succes. Dit is echt heel erg leuk. Dit is echt een mooie opsteken. PA en MOS van PA 0 Echo Tingo Echo. 0 ET. Jongens, dit is het inderdaad. Ja, ik krijg alweer ook de indruk dat die Engelsen in de tussen wel heel erg aan de onderkant van de amateurband zitten. Dus voor hetgeen wat ik zover heb gezien, dit heb gezien op het internet. Ze vertellen niet zo heel veel wat ze aan het doen zijn. En waarschijnlijk coördinatie met sowieso lastig, omdat uiteindelijk die een andere land weer gaan gebruiken, die MCC-code. En dat alles om dat in ieder geval gewoon aan te houden. Alleen dan zou je dus in dat soort TVA-functie moeten in elkaar moeten sleutelen op een of andere manier. Goed, dat zijn wel van die dingen die
aardig zijn om eens uit te pluizen. En te kijken of waartoe we kunnen komen. Net zoals dat ik eigenlijk nog gewoon eens een externe antenne op wil kunnen aansluiten. Ook ben je één en mooi. Ja, van mij moet ik nu zenden. Ja, dat klopt. Aan de 8900 te zien. Dit is PNL Echo Tango Echo. Ja, je komt, het grootste deel van de tijd kom je slechts 11 dB boven de ruis binnen. En dan is het toch een behoorlijk goed signaal. Het is nu redelijk stabiel. Er zit af en toe nog wel wat geprut op. Maar het is wel heel goed te verstaan zoals het nu is. Hè. Maar het is min 121 dB. Je zit bij mij de ruis op. En meestal ben je min 110. En soms dan is het min 106. Maar meestal is het min 110. Min 111. Dus 11 dB boven de ruis is voldoende om te werken, zeg maar. Hè? Jawel, poepoe. Ja, ik moet echt even goed bepalen wat we doen, zodat ik niet meerdere keren die spullen heen en weer moet laten gaan. Dat moet gewoon in één keer goed geprogrammeerd worden, ook wat de repeater betreft. Van Piano Echo Tango Echo. Je loopt niet te ver weg hoor, want ook op de AM-ontvanger loop je eruit. Hé, je wordt weer harder. Dit is PA1, hè, mooi. Ik ga nu bovenop de geluidsval kijken of dit beter gaat. Ja, dit is beter inderdaad. Piano Echo Tango Echo. Piano Echo Tango Echo. Piano Echo Tango Echo. Papa Alpha 1, Mike Oscar Sierra. Ja, het was min 107 dB. Min 107, dan is het echt heel goed. Nu bovenop de geluidsval bij ons. Dat is de geluidsval bij. Dat is vrij wat hoger. Kijk of dat dan beter eroverheen komt. Maar ik heb het idee dat het straks naar beneden gaat als het dan over is. P1 is. Ja, dat klopt inderdaad, hè? Dat klopt inderdaad. Toen je beneden liep, was het nagenoeg verdwenen. Maar toen je boven was, dan was het echt heel goed. Gewoon beter nog dan in het begin eigenlijk, hè? Van PNL Echo Tango Echo. P1 NOS. Nou ja, goed, dan zie je dus toch dat kennelijk toch. Kom in. En in de plaats. Toch te veel beïnvloed. Maar, neem niet weg. Die kennen we voor elkaar. En laten we eens verder kijken hoe we hier verder aan gaan werken. Ik ga weer naar binnen toe. Nee. Ja, dat is waar. Het gaat inderdaad, nu ging het wat minder, hè. Maar dat is inderdaad leuk. Ik wil inderdaad daar melden. Maar ik zit toch te twijfelen wat we nou doen op 462 of toch op DSA. Ik geloof dat we toch maar DSA moeten doen eigenlijk, hè. Maar ik zal wel even kijken. Ik heb toch een stukje opgenomen, dan ga ik even stopzetten.